Deze video gaat over het afwerken van de lange lussen van een sprang met tunisch haken. Dat komt er dan zo uit te zien. En zo ziet het er aan de andere kant uit. Misschien wil je er, net als ik, voor kiezen om deze kant als voorkant te gebruiken. In dat geval kun je het afwerken doen aan de achterkant van het werk. Zet allereerst alle lussen over op een tunische haaknaald. Hecht het garen aan door de draad eerst door één lus te halen en dan met dubbele draad door twee lussen te halen. Laat het draaduiteinde nu los en ga verder met steeds twee lussen door te halen. Uiteindelijk houd je nog maar één lus over op de naald. Deze kun je doorhalen. Daarna kun je de draden afhechten. En dit is dan de andere kant die ik als voorkant gekozen heb.